Welkom. We gaan vandaag kijken naar reactiemechanismen. En waarom doen we dat eigenlijk? Reactiemechanismen die beschrijven de reactie. En met die beschrijving, die met molecuulformules en Lewis-structuren is, verklaren we waarom bepaalde producten wel en andere producten niet of veel minder gevormd worden. En we kunnen met die reactiemechanismen ook verklaren waarom een bepaalde stap de traagste, de langzaamste stap is. En hoe doen we dat? Nou, we gaan Lewis-structuren tekenen. Ja, misschien moet je nog even terug naar Lewis-structuren. En we gaan elektronen laten verspringen. En dus bindingen die worden ongedaan gemaakt en er worden nieuwe bindingen gemaakt. En daar hebben we een aantal regels voor. Ja, en vrij simpele regels. Ja, hoe laten we dat zien? Hoe verspringen die elektronen? Hoe maken we dat grafisch zichtbaar? Nou, we gaan pijlen trekken. Dat zijn kromme pijlen. Ja, met een echt zo'n driehoekje als kop. En waarom? Dat komt later. Ja, in een van de volgende filmpjes. Waarom die kop belangrijk is. We tekenen de begin van de pijl vanaf de binding. Ja, dus de pijl begint altijd bij de binding. En die gaat naar een atoom. En in dit geval atoom X. Dus we gaan van een bindend elektronenpaar, gaan we een niet bindend elektronenpaar maken. Vind je dit even lastig? Ja, bindend, niet bindend, wat was het ook weer? Kijk nog even dat filmpje van Lewis-structuren. Goed, nou, een voorbeeld. Ja, als we bijvoorbeeld HBr als additie gaan doen bij een bepaalde koolwaterstof die je hier getekend ziet, dan zie je hier HBr, waterstofbromide, zie je getekend in de Lewis-structuur. Ik heb alle niet bindende elektronenparen getekend van het broomatoom. En je ziet hier een dubbele binding. Ja, het is dus een alkeen. En er gaat het een en ander gebeuren. We weten al wat het product is. Dat is vaak ook bij opgave is dat gegeven wat het product is. We moeten nou alleen van daar naar daar. Dus wat gaat er gebeuren? We moeten dus die elektronenparen, die moeten we laten verspringen. Ja. Dus, ik heb hier de elektronenparen getekend. Een bindend elektronenpaar wordt niet bindend. En dit dubbelgebonden koolstofatoom, een van die twee bindingen, die bindt met een waterstofatoom. Ja, wat houden we dan over? Dan houden we dit product over. Ja, en we hebben het koolstof hier aan de linkerkant. Het eerste koolstof, ja, dat bindt met een waterstof. Die heeft dan 1, 2, 3 waterstofatomen om zich heen. We hebben een bromide-ion. Dus van een broomatoom een bromide-ion. En ik teken die lading, ja, de formele lading, die teken ik even in een cirkel. Anders worden door al mijn niet gebonden elektronenparen, wordt dat misschien niet helemaal helder. En ik heb er een koolstofatoom met maar 3 bindingen en dus heeft dat een positieve lading. Formele lading is positief geworden. Ja, even checken, een min- en een pluslading bij elkaar is nog steeds neutraal en dat had ik hier natuurlijk ook. Hè? Dus ik heb alle formele ladingen volgens mij getekend. Nou, dan zou je natuurlijk ook kunnen voorstellen, ja, maar waarom bindt dat, hè? Waarom bindt die waterstof hier van het waterstofbromine? Nou, precies met deze en niet met die. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar daar kom ik zo op waarom dat niet gebeurt. Nou, uiteindelijk hebben we dus een positief en een negatief geladen deeltje. En hier gaat ook weer een niet bindend elektronenpaar binden met een atoom. En dan houden we dit als product over. Goed. Tot zover, ja, additie van waterstofbromide. Dit zien we vaak ook in opgaven, dat we die elektronenparen moeten laten verspringen met behulp van kromme pijlen. Kromme pijlen. Probeer die duidelijk aan te geven, ja, dat ze echt beginnen bij die elektronenparen. Oké, nou, om even duidelijk te maken waarom bindt dit linker koolstofatoom nou met dat waterstofatoom? Want je zou HBr natuurlijk ook gewoon kunnen omdraaien. Dan zou je denken, ja, maar dat waterstof zit vrij dicht bij dit koolstofatoom. Nou, Markovnikov, een Rus, die eind 1800 veel experimenten gedaan heeft, veel addities gedaan heeft, zo dit soort experimenten, die heeft het volgende bepaald. Dat een carbocation, dat is dus dat is een ion wat een positieve lading heeft, op een koolstofatoom, een carbocation, is het meest stabiel. Ja, het is het meest stabiel bij het C-atoom. Dus die positieve lading is het meest stabiel bij het C-atoom met de meeste zijgroepen.
Waterstofatomen tellen niet als zijgroep, zoals je weet. Ja, maar die CH3-methylgroepen die tellen wel als, zijgroep. Dus dit C-atoom heeft 1, 2, 3 zijgroepen. En is dus een veel stabielere plek om die positieve lading aan te geven dan het C-atoom helemaal aan het begin. Want die is maar gelinkt met één C-atoom die zijgroepen heeft. Ja, daarom zal je zien dat dit als product veel en veel vaker gaat voorkomen dan als dat brom op het andere, op het eerste koolstofatoom zou zitten. Dat komt maar heel, heel weinig voor in de producten. Goed, dat even een zijstapje. Markovnikov, mooie naam hè, Markovnikov. Daar heb ik echt een affiniteit mee. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Wie weet heb je vragen hier in de comments. Misschien wil je subscriben of is een andere suggestie voor een filmpje een goed idee. Heel veel succes!